Hi, goedemorgen en welkom bij de tweede Disneyland Parijs vlog. Zoals jullie hadden kunnen zien was ik heel erg verbrand. Ook nog steeds in mijn gezicht. Waarschijnlijk gedurende de dag als de foundation meer weggaat zie je dat ook weer. Ik heb in elk geval vandaag zonnebrand opgedaan. Ik heb het onthouden. Dus dat scheelt. Vandaag de vlog wordt van 2 dagen. Vandaag is dus heel erg leuk omdat we naar een nieuwe musical gaan in de studio's. Zijn we nog nooit geweest. We zijn überhaupt de eerste mensen die het zien. Want het is alleen voor Infinity Pass houders de première en we hebben de eerste voorstelling. Dus die hebben we gereserveerd. Daar heb ik super veel zin in. Ben ik heel benieuwd naar. Ik weet niet of ik daar zo mag filmen. Dat is heel eventjes afwachten of dat mag, ja of nee. Dat mag soms. Maar ik ben er een beetje bang voor aangezien het ook een première is. Dan is het misschien helemaal niet het geval. Maar ja, gaan we in elk geval zien. Ik ga in elk geval mijn best doen. En ik ga er sowieso over vertellen hoe het was en of het waard was om naartoe te gaan wanneer die daadwerkelijk voor iedereen zichtbaar is. Verder gaan we ook hier in Hotel Cheyenne voor het eerst het buffet eten als avondeten. Dus dat ga ik ook filmen en kijken wat we daarvan vinden. En voor de rest, ja, is het gewoon nog 2 lekkere dagen in Disneyland Parijs. Ik ga gewoon jullie weer meenemen. De GoPro is ook weer opgeladen voor deze dag. We hebben ook dus die stand-by, die soort van premier access gekregen. Omdat de Thunder Mountain stopte. Dus we gaan sowieso naar Thunder Mountain, hoop ik vandaag. Ik heb vooral heel erg veel zin in het ontbijt op dit moment. Ik heb heel erg honger en het ontbijt is hier altijd echt top. Dus daar gaan we nu als eerste naartoe. En dan gaan we nu echt in de vlog duiken. Voordat we dat doen, ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Is maar 1 druk op die zwarte knop. Is helemaal gratis. En als je dat belletje ernaast aanklikt, weet je zeker dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En dan gaan we op pad. Ik heb trouwens echt een hele vrolijke, cute outfit. Deze jurk past perfect bij deze 100 decades lijn oortjes. Hoe cute is dit? Ik vind het leuk. Dat is mijn outfit. Ze hebben hier dus ook paarden in Hotel Cheyenne. En dan kun je dus letterlijk hier zo op lopen. En mee rijden, zeg maar. Ben je met een paard, Luc? Ik denk niet te groot, man. Ben je te groot? Mag dat niet, denk je? Dat is paard. Ja, waar de meisje op zit, die is groot. Ja, dat is wel... Daar had je wel opgekomen. Het leuke is dus, bij Newport Bay komt heel vaak Mickey en Goofy en zo. En hier zo, omdat het Toy Story thema is, heb je hier zo altijd Jessie of Woody. Waarmee je op de foto kan. Dus vandaag hier zo staat Woody er. En die is eigenlijk altijd in het hotel te vinden. Dus dat is wel leuk. Op dit moment is er echt een rij. Gisteren was Jessie er en toen was er echt helemaal niemand. Dus als je een beetje om een slimme tijd gaat, heb je een hele korte wachttijd. En wel een foto met een Disney figuur. Want soms in het park is het ook echt 2 uur een wachtrij. En gisteren kon je gelijk op de foto als je wilde. Ik ga heel snel de gift store in. Luc is heel even de tas pakken uit de kamer. En dan gaan we zo naar het park toe. Nou, we zijn er weer uit de bus hier achter mij. En ik ga zo als eerst heel even een shop met mij filmen. Want nu is het dan heel erg rustig in de ochtend in de winkels. Luc gaat heel even in Tower of Terror. Dus hij zal zijn best doen ook wat voor jullie te filmen. En daarna gaan we gewoon lekker samen het park in en dingen doen. En ga ik dat filmen. Maar nu eerst een shop met mij. Nou, de shop met mij filmen is super geslaagd. Oh, daar is Luc al. Ik wou net zeggen, ik ga even wachten op Luc. Maar we hebben al Luc gevonden.
Dat was snel. Ik was al een beetje, ik was al klaar. En hoe was het bij de Hollywood Tower? Ik was naar, dat was heel druk. Dus ben je niet ingegaan? Nee. Waar ben je wel in geweest? In de Flight Force. Heb je daar gefilmd? Ja. Oh, oké, okay, nice. De single rider stond 5 minuten, maar het was geen 5 minuten. Oké, okay. Maar was wel leuk? Minuten, ja, het was heel cool. Oké, okay, mooi. Hij leek een beetje aangepast. Oh. Andere stukje. Oké. Okay. Maar het was heel cool. En ja, het was cool. Oké, okay. En dan gaan we nu naar het hoofdpark en dan gaan we gewoon even kijken wat we gaan doen. En dan daarna gaan we naar de studio's. Want dan kunnen we, want ik dacht dan kunnen we... kwart voor drie moeten we hier wel zijn. Ja, sowieso. En dan, maar ik dacht dan kunnen we daarna vanuit daar samen in Spider-Man en kijken wat we in de studio's zouden willen doen. Omdat we daar dan toch al zijn. Dus dan is het handig om nu naar eerst het hoofdpark te doen. Ja. Oké. Okay. Maar ik heb wel bedacht, of... Die Flight Force, ik dacht misschien is dat ook iets voor jou, maar het is niks voor jou, denk ik. Nee, dat zei Davy ook al. Te plotseling in één keer op zijn kop. Ja, dat zei Davy ook al, dat ik daar misselijk van zou worden. We gaan nu op weg naar Big Thunder Mountain, want daar hebben we dus die standby premier access pas van die we hadden gekregen omdat die toen stuk ging. Dus als het goed is, kunnen we dan gelijk erin. Dus dat is wel heel erg fijn. Dus dan ga ik zo bij Big Thunder Mountain overschakelen naar de GoPro. En hopelijk kan ik dan dit keer wel de achtbaan voor jullie filmen. 3 kwartier is eigenlijk de wachtrij. Nou ja, dat is wel lekker dan. Dat we niet 3 kwartier hoeven te wachten, maar gelijk kunnen instappen. Ik heb geen verbinding, dus hij is niet helemaal achter. Nou ja, dan gaan we nu die kant uit. Ik ga nu overschakelen weer naar de GoPro. En dan ga ik jullie meenemen in Big Thunder Mountain. Super leuk. Jullie horen mij wel waarschijnlijk weer heel erg hard op de GoPro. Dus alvast excuus daarvoor. Ik ga altijd gillen, lachen. Ik heb in elk geval lol. Maar we zaten nu achterin. En dat was heel lang geleden. En dat gaat dan echt zoveel harder dan dat je voorin zit. Dus tipje, als je in de Thunder Mountain gaat, je mag gewoon vragen. Wij hadden het ook gevraagd of we achterin mochten. Dus ja, heel erg genoten. We gaan nu de foto halen. Ik keek echt heel erg stom, want het zit echt precies in een val. Dus ik ben echt Maar het was weer super leuk. En we konden gelijk instappen dus, wat heel fijn was met die standby pas. Ik kwam net een heel leuk abonneentje tegen, klein meisje. Die mijn video's kijkt, dus als je het kijkt, hi. En even met op de foto geweest. En we gaan nu richting de pinwinkel. Kijken of die open is. Die een beetje verborgen pinwinkel. Dat is als je langs Big Thunder Mountain loopt naar links. Maar hij is echt bijna nooit open. We hadden de vorige keer precies mazzel. Maar we gaan even kijken. Misschien is hij er. En ondertussen gaan we even wat drinken. Want we hebben allebei gegild in de achtbaan. Hebben we wel even nodig, hè? Ja. En daarna misschien naar Phantom Manor. Want daar is de wachtrij niet zo lang. Hij is open? Yes! Score! Hij zit dus hier zo vlakbij Frontierland Playground. Dit winkeltje staat dus ook gewoon niet aangegeven in de Disneyland app. Dus het is echt als je een beetje weet. En je kunt hier dus ook pinnen ruilen op een bord. Maar daarnaast hebben ze hier soms ook pins die ze verder nergens in de andere winkeltjes verkopen. Kun je hier ook pinnen? En dat is Lux en vader grap voor deze vlog. Maar je kan hier ook lekker rustig zitten als je dat wil. Dus pin me dan maar niet vast.
Ja, krijgen we nu alleen maar dad jokes? Hebben we er nog één? Anders steun me teleur. Op commando, hè? Oh nee, Luc. Laat me niet in de pinsteek. Oh, failure. Hallo. Hi. Oh, het pinbord staat er niet. Ja, maar die hebben ze nergens anders, deze. Ze hebben alleen niet het ruilbord er staan op dit moment. Alle stukjes door elkaar. Ja, die is nu nieuw, zeg maar. Die was nieuw gereleased. Wanneer wij gingen. En ze hebben hier ook heel veel pintrading tassen, zo te zien. Voor kleintjes. Ja, dat zei ik. Die kleintjes, dat is handig. Als je wil ruilen in het park. Die hele kleintjes. En de grote om het zeg maar in te bewaren. Die derde met Mickey en het kasteel. Die kan je alleen hier vinden. Dus als je die graag wilt. Die had je in de vorige Disneyland Parijs vlogs en shopvlog kunnen zien. Maar in de... Oh, kijk die. Die is... Kun je focussen voor mij? Die is echt heel cool. Roze natuurlijk. Dat is de allerduurste. Hij heeft ook exclusieve daarachter staan. Dat kan je niet goed zien. Ik zal even inzoomen. Misschien kan ik het beter op mijn camera zien dan in het echt. Is die tweede van rechts? Geen idee. We gaan nu op weg naar Sneeuwwitje. Het is echt 10 minuten. Maar vaak als we daar dan komen, dan is dat echt totaal niet het geval. Maar ja, we gaan het proberen. We hebben nu nog een uurtje hier zo. En dan moeten we echt naar de studio's gaan lopen. Voor de Infinity en Plus pas première. Van de Pixar musical. Het staat al helemaal mooi met hekken afgezet. En, Ja, het zag er heel mooi uit. Ik zal straks ook wel filmen. In elk geval de ingang en zo voor jullie. Maar vanochtend. Ze hadden al een hele... Oh, dat is al helemaal klaar. Gaan. Oh, dan wordt een busy life waarschijnlijk. Al wel vol zitten. Ja. Maar we hebben dus nog een uurtje. Dus we kijken even wat we nog hier zo kunnen doen. En daarna gaan we naar de studio's daar naartoe. We gaan een... 45, maar dat klopt niet. 45? Niemand. Er is niemand. Oké, we gaan er gewoon op de gok in. Maar ik denk ook niet dat het 10 minuten is. Maar we gaan het zien. Nou, het was uiteindelijk 8,5 minuut. Luc had het getimed op zijn op je horloge. Nou, daar viel alles mee. En dan gaan we nu, daar hebben we nog tijd om even naar Toe te gaan. Ik weet niet hoe het precies heet, maar dat zal ik zo even filmen. Maar daar hebben wij nog nooit gegeten. En dan willen we wel een keertje eventjes eten. En nu komt dat perfect uit, want we hebben wat later avondeten, zodat we de parade kunnen zien. Dus dan gaan we lekker daar lunchen nu. Hier zo is het dus. Zit vlakbij Meet Mickey Mouse. En ja, het ziet er gewoon wel, moet ik zeggen, al gewoon heel schattig uit. Als je dit gebouwtje ziet. Toad Hall? Hall? Wat staat er? Toad Hall? In elk geval. Het is dus van allemaal fish and chips opties. Vegan fish and chips heb je ook. En je hebt ook een Mr. Toad voor 4 euro toetje. Zullen we naar binnen gaan? Ik denk dat ik gewoon normale fish and chips wil. Ook binnen ontzettend schattig. Maar dit is echt een stuk rustiger dan dat restaurant met de pizza's. Die ik aan jullie had laten zien. Die hier ook vlakbij zit. Hier is het echt heel rustiger. En het ziet er echt heel leuk uit. Ook het plafond is echt super mooi. Nou Luc, wat geef jij de Toad Hall uit 10? Ik vond het eten niet heel lekker. Nee? Hij vond de vis wel lekker. Ik vond hem heel vet. Echt heel erg. Ja, maar jij had ook meer soggy dan die van mij. Die van mij waren meer croaky. Ik geef het een 7. Ja. Ik vond het alleen jammer dat ze geen mayonaise hadden. Ze hadden alleen ketchup. Dus daardoor vond ik iets minder. Zelf, de locatie is wel mooi. Ja, de locatie is heel mooi. Het is heel rustig ook. En als het gaat om fastfood in Disneyland Parijs, was het zeker niet verkeerd hoor. Dus vooral ook op de
rust. De kwaliteit is denk ik van de fastfood, zou ik allemaal een beetje 7 uit 10 geven, 6, 7. Maar we gaan dus nu naar de studio's, naar de voorstelling. Maar ik heb er echt super veel zin in. Ik ben heel benieuwd. En het is ook wel leuk dat we echt een keer weer iets heel nieuws gaan zien. De shows zijn altijd leuk. Ja, ik vind de shows altijd inderdaad ook tof. We zijn er aangekomen. Hier, zo is het dus. Het is bij de tweede studio, Studio Theater. Het zit dus eigenlijk gewoon direct. Dit is dat gebouw waar je eerst doorheen loopt. En dan gelijk loop je naar links en dan kom je hier. Ze hebben al dwanghekken neergezet. En er komt echt, als het goed is, waarschijnlijk dus een rij, verwachten ze. Gelukkig hebben ze wel ook parasolen neergezet. Dus we hoeven niet in de volle zon te gaan staan. Dat is wel fijn. Dus daar gaan we nu aansluiten, want mensen die zijn al begonnen lekker op tijd. Dus dat gaan wij ook gewoon doen en dan kunnen we in de schaduw zitten. Ja? Ja? Let's go! Bonjour! Bonjour! Yes, thank you! Nou, we hebben een tijd gezeten. Mensen gaan nu staan, dus waarschijnlijk mogen we er zo in. Ik ben wel heel erg benieuwd. Heb je er zin in? Ja. Ik hoop dat ik mag filmen voor jullie, dan ga ik mijn best doen. Maar even afwachten wat wel of niet mag. Deze meneer heeft al een bord vast dat er niet gefilmd en gefotografeerd mag worden. Dus ik ben bang, jongens, dat ik jullie hier moet achterlaten. Dus dat is wel een beetje jammer. Ik had gehoopt dat ik het voor jullie kon filmen. Maar ja, ik snap het wel, zeker omdat het première is. Ik denk dat dat misschien ook ermee te maken heeft. Maar we, ja, een beetje balen wel. Oké, we komen net hier zo achter vandaan. Wat vond je ervan, Luc? Ja, het was amazing. Was echt, echt amazing. En ik baal eigenlijk toen het op een gegeven moment heel cool werd. Toen dacht ik echt van, ik baalde gewoon dat ik niet kon filmen voor jullie. Maar het was super interactief. Zowel, ja, ik wil niet te veel spoilen voor jullie, maar hoe zeg je dat zonder spoilen? Zeg maar, af en toe is het interactief in het publiek. Niet op een irritante manier. Niet zeg maar zoals een Stitch Live of zo. Het is niet dat je wordt lastiggevallen. Nee. Nee. Verder, orkest, live muziek. Echt super goed. Spot on. Ja. Ja, dat was heel knap. Vooral op het begin, want toen deed ze dus Op de video mee. En de video ging heel snel en hakelen. En zonder dirigent. En ze deden dat wel heel knap. Ze deden dat echt insane goed. Oh, ik heb wel heel erg last van de zon, jongens. Sorry daarvoor. Ik ga een beetje huilen. Maar we zijn even snel bij gaan zitten. Heel veel gebruik van schermen. Maar ook heel veel props. Heel veel kostuums. Elke Pixar film zit er zowat in. In de zin van, ze hebben echt wel veel erin verwerkt. Niet elke film natuurlijk, maar wel veel. Mijn favoriet gedeelte was 100% Monsters & Co. Wat was jouw favoriet? Ja, hetzelfde. Hetzelfde? Ja, ik vond die gewoon echt qua choreografie en zo. Het duurt even voordat het echt een musical wordt. Maar dan is dat super cool. Het Coco was ook heel erg cool. Ja, maar iedere film deed ook iets anders. Een andere techniek. Ja, ze gebruikten heel veel nieuwe technieken. Met de schermen, met op een gegeven moment ook met camera's, zodat je kon zien wat er op de grond gebeurt. En ik moet het eigenlijk even heel eerlijk even allemaal verwerken. Ja. Maar deze show echt 10 uit 10. Het is nu oprecht. Vind ik dit de beste show die je in heel Disneyland Parijs kan zien. Als het gaat om Lion King, Mickey Magic Musician. Dat zijn ze volgens mij. Zeg maar, deze is... Lion King? Ja, de Lion King, die zei ik al. Die zei al. Maar deze is wel 100 keer beter, vind ik zelf. Ja, dat is heel goed. Ja, en ik vond het wel cool, ik weet niet of dat een spoiler is, maar ze hadden schermen, maar die werkte ook los van elkaar. Dus ze konden eigenlijk ongezien decorstukken op het podium brengen. Ja, alles was gewoon heel slim. Alle technieken die ze erin verwerkt hebben. De mensen waren super goed. Ook gewoon echt dat het zo'n musical is waar zoveel gebeurt met zulke grote pakken aan. Ja. Af en toe had ik echt respect voor dat ze aan het dansen waren in allemaal van die grote pakken van Toy Story en Monsters & Co. en alles en nog wat. Lijkt me heel zwaar, maar in elk geval mega aanraden. Als je naar Disneyland Parijs gaat en hij is er voor jullie op dat moment, ga hem kijken. Echt,
raad het je heel erg aan. Sorry dat ik niet kon filmen, het mocht helaas niet. Maar ik moet ook wel zeggen, ik denk ook dat als ik dit zou filmen, dat het niet helemaal overkomt meestal hoe dit is. Meestal met theater natuurlijk moeilijk overbrengen. Zoiets moet je ervaren. Maar... ja, maar zeker ook omdat het met allemaal effecten. Nieuwe effecten is en zo. Ja, in de zaal, dat bedoelde je alleen met interactief. Ja, in de zaal gebeurt er heel veel. En 10 uit 10, mega aanrader, hebben ze super goed gedaan. Dus ik ben wel heel blij dat we dit hebben gedaan. Luc zag het een beetje op het laatste moment dat dit echt een paar dagen van tevoren, maar 4 dagen van tevoren of zo. Toen werd het pas aangekondigd. Ja, toen werd het pas aangekondigd. Dus dat is echt wel heel erg cool dat we dit hebben mogen meemaken. Ja, hopelijk ooit in de toekomst mag het wel gefilmd worden en dan laat ik het wel aan jullie zien. Maar het was wel heel cool. We gaan nu even kijken of we naar Spider-Man kunnen, want die zit hier zo vlakbij natuurlijk. Dus en ja, die vind ik gewoon altijd heel erg leuk. Dus ik denk dat we dat gaan doen en dan doe ik ook weer de GoPro en dan kan ik het ook filmen voor jullie. Dus dan gaan jullie ook weer mee de attractie in. Wat wij niet weten. Dit is van vandaag. Kijk die bovenste. Nou, dat was het weer voor deze attractie. We begonnen heel slecht eigenlijk, wij ook. Maar ook de mensen bij ons in het karretje, die hadden maar 3000. Maar op een gegeven moment hadden ze door wat ze moesten doen. En toen waren ze echt keigoed. Dus ze waren wel ook al, ja, de echte hoge scores zijn heel hoog natuurlijk. Maar ik denk dat ik het even moet opzoeken op YouTube van... wat zijn de hacks om echt te winnen? Zodat we zo'n hele hoge score krijgen. Maar in elk geval hadden we nu wel een team die echt hun best deed. Voor die laatste scène, ja. Of ene laatste, dan zegt die voice-over ook iets. Ah. Schiet op de dingen, want dan een kettingreactie. Ja, daar luister ik niet naar. Nee, maar het is ook Frans, toch? Of niet? Want de stem van hem is... Oh, oké. Okay. Nee, daar heb ik... Zij doet dit, dan nee, dat heb ik ook nooit gehoord. Go. Kettingreactie, dat klinkt wel als veel punten. Nou, we gaan nu naar het hoofdpark toe. Over een half uurtje begint namelijk de parade. En we hebben helaas nog maar een kwartiertje voordat eigenlijk de parade begint. Dus... ja, dat gaan we even niet doen. Want dat wordt heel krap. En dan is het ook, ja, we hebben wel die gereserveerde plekken. Maar dan kun je niet meer vooraan staan. En dan moeten we daarna ook weer helemaal terug. En ik heb het gisteren, dat is voor jullie de vorige vlog, helemaal gefilmd al. En wij gezien. Dus we gaan nu gewoon even lekker rustig aan. En dan straks eten bij Hotel Cheyenne. Ja. Dat hebben we nog nooit gedaan. Nou, we hebben iets heel erg cools gekocht. Maar dan moeten jullie de shop nog kijken. Maar we hebben een beetje samen... Wil je die nou zien? Druk dan het belletje. Oh ja, druk het belletje. Abonneer. Nee, maar echt iets heel erg tofs gevonden. En hij was net nieuw blijkbaar. Dus dat is ook wel leuk. Ja, Kevin had hem ook nog nooit gezien. Nee, hij was heel erg aardig, die meneer die ons helpte. Want hij was ook net nieuw.
helpt. Ja, ik ben echt... Dat merk je echt iedere keer. Meer richting de eind van de Disneydagen dan Nederlands. Wat is dat? Het gaat echt helemaal verkeerd dan. Maar ja, dit krijgen jullie binnenkort te zien. Het is in elk geval echt ontzettend zwaar, maar echt heel cool. We zitten nu bij de bushalte. We hadden een beetje pech, want hij reed echt net weg voordat wij hier kwamen. Dus we moeten waarschijnlijk even 10 minuutjes wachten. Het is ook niet einde van de wereld. En dan gaan we lekker eten bij Hotel Cheyenne. Cheyenne. Het is een buffet, dus eigenlijk hetzelfde als het ontbijt. Alleen dan staat er avondeten op die plek. Ja, dat is toch zo? Dat is wat het is. En dan gaan we kijken of we dat wel vinden, ja of nee. Of dat voor herhaling vatbaar is. Zullen we nog eens kijken op het menu? Ja, we zitten hier toch nog heel erg lang, dus dat scheelt. Het is zo funny. I'm so funny, I know. Heel erg lang. Heel erg lang, omdat we de bus hebben gemist. Lees maar voor, Luc. Voor de 30 jaar bestaan. Ja. Bloemkoolsoep. Hé, hey, daar is hij alweer. Dat was heel snel. Was het dan wel dezelfde? Ja, want het stond ook Hotel Cheyenne op. Dit was echt 1 minuut later. Dat was random. Ik dacht, we moeten echt keilang wachten. Ik had gewoon eerder moeten klagen, dan kwam hij gelijk. Nou, waar wil je zitten? In de bus. Het is nu echt super rustig hier zo. Zegt helemaal niemand. Maar ja, dat komt, ja, alleen hun. Maar dat komt omdat iedereen nu op dit moment natuurlijk vaak eten is in het park. Maar dat maakt het wel lekker chill zo. Dus hopelijk, oh, daar zijn best wel wat mensen. Iedereen is hier zo. Iedereen is eten. Je gaat dus gewoon dezelfde kant uit waar je ook naartoe gaat als je een ontbijtje hebt. Oeh, de desserts. Oeh, ze hebben ook die. Jelly. Oh, look at this booty. Jelly. Ja, ik zag de jello. Is jelloing. Goeie print. Sheriff chocolate mousse. Chocolate mousse. Oké, jongens, het buffet ziet er echt zo goed uit. Ik heb er nu heel veel opgegooid, maar er is zoveel wat ik kan eten. Dat vind ik echt zo fijn. In de zin van, ik eet een beetje als een 5-jarige. Dus ik vind het heel tof dat ze zoveel opties hebben. Kijk, even kunnen we dit even waarderen. Hoe schattig. In de vorm van een Mickey hoofd. Geweldig. Ik heb een kippenpoot. Ik heb ook een chicken finger. Ik heb een rib hier zo. Ja, van alles en nog wat. En ik ga het gewoon lekker proberen. Er zijn nog veel meer dingen die ik wil proberen. Maar ik weet nog niet natuurlijk wat ik het lekkerste hier vind. Omdat we hier nog nooit zijn geweest. En daarnaast alle toetjes gaan we zo proberen. Ik hou van toetjes. En ik wil ze eigenlijk gewoon allemaal zo proberen. Dus dat gaan we doen. Want het is een buffet. Dus je kan doen wat je wil. Hashtag YOLO. En ja, ik zeg soms nog steeds hashtag YOLO. Ik ben benieuwd ook waar Luc zo mee komt. Oh, daar komt een Luc. Heel veel. Ik heb heel veel mayonaise. Wat heb jij allemaal gepakt? Biefstuk? Ja. Dat heb ik niet gezien. En wat heb je verder? Een rib ook? Een kippenpootje. Ja. En een stew, ja, hoe heet dat? Een stoofpot van rund. Nou, Luc is heel even naar het toilet gegaan. Hij voelt zich echt helemaal niet lekker. Dus hij is zo even weggaan, heel misselijk. Maar komt gewoon door de vermoeidheid. Dus waarschijnlijk gaan we zo gewoon lekker naar de kamer. En niet meer terug naar het park. Want hij voelt zich ook gewoon niet goed. Maar ik moet zeggen, het eten, de rib, super lekker. De kip ben ik momenteel mee bezig, super lekker. Alles is heel lekker, dus ik hoop dat hij zich zo even wat beter voelt. Dat hij er ook nog even van kan genieten. Want het is echt een heel goed buffet. Ik vind hem eigenlijk lekkerder, als ik heel eerlijk ben, in vergelijking met de eten met Disney figuren. Die is ook heel lekker, begrijp me niet verkeerd. Maar ze hebben gewoon veel meer opties, naar mijn idee, hier zo. Dus dat is wel heel fijn. Oké, ik heb één van elk die me interessant leek. Waarschijnlijk ga ik ze niet allemaal opkrijgen. Maar ik vind echt het thema amazing. We krijgen dus ook heel veel toetjes. We hebben de Sheriff chocolademousse. We hebben ook de Jesse. Wat dit is, weet ik niet. En we krijgen ook een Woody donut. Chocoladedonut. Eentje met koeienprint. En ik heb ook van 30 jaar bestaande macaroons. In 3 verschillende smaken. Delicious. Hoe gaat het met Luc onderhand? Is het niet zo goed nog steeds? Had je even moeten zeggen net bij die meneer, of niet? Oké. Moet ik even iemand zeggen? Nee. Oké, kan je helpen als je wil. Maar ik ga aan toetjes down. Toetjes down, toetjes down. Toetjes down. De tussenstand. Alles wat je hier ziet, niet lekker. Alles wat weg is, wel lekker. Dat is mijn review. Ik heb 1 hapje op. Ja, je hebt 1 hapje op. En?
Dat was lekker. Ja, dat was lekker. Ja, ik vind het echt heel lekker hier. Toetjes, merendeel waren heel lekker. Deze alleen vond ik niet zo, maar de rest was allemaal heel lekker. En we hebben Google Cloud macarons gemaakt, Ja, we vroegen ons af waar deze oorspronkelijk vandaan komen. Want ik vind deze niet echt lekker. Terwijl Luc had voor zijn verjaardag, had je toen macarons gekregen en die waren toen echt heel erg lekker. Maar ik heb verder ook nog nooit op dat ik ze lekker vond. Maar ze komen dus uit Frankrijk. Maar ik vind deze dus echt totaal niet lekker. Dus ik weet niet wat er misgaat, want dit is het land van oorsprong. In elk geval het vlees en allemaal super lekker. Heel veel lekkere toetjes ook. Echt ontzettend veel lekker eten. Dus ook een hele saladebar. Fruit, vers fruit staat er ook heel veel. En kazen en echt van alles nog wat. Super lekker. Kaasbar, ja. Ja, een hele kaasbar ook. Echt een aanrader. Als je... Oh, ga je proberen? Het begint te zakken nu. Oh, dat is fijn. Kun je nog een beetje smikkelen. Het is helemaal heel rustig. Sowieso moet ik zeggen, in Hotel Cheyenne is zo breed en hoe zeg je dat? Ruim opgesteld. Dat het sowieso nooit echt heel druk is. Maar nu is het helemaal rond deze tijd. Maar ik vind het wel echt zo ontzettend mooi. En dus ook altijd perfect om een foto te nemen. Want er zijn eigenlijk nooit mensen. Dus je kan altijd een leuke western-achtige foto nemen met al die gebouwen. Wat leuk is. Alles hier zo dus ook. Nu kun je het even. Hallo, dat ben ik. Hallo. Is dus ook hier een thema. Hier heb ik nooit echt normaal kunnen filmen. Omdat hier altijd mensen zijn. Cheyenne Illustrated Edition. Daily Sun. Allemaal mannen. Wat ga je doen? Ik ga kijken of ik dit kan krijgen. Ga je een koffie espresso long? Ik heb het 4. Ik kan het 4 doen. 4 keer koffie. Dat valt niet tegen. Wil jij ook iets? Nou, we zijn weer terug in de kamer. Mijn haar is echt helemaal ontploft. Het is ook gewoon even zo prima. Want we hadden natuurlijk gisteren, zoals jullie in de vorige vlog hadden kunnen zien, echt een super lange dag gemaakt. Wat mega leuk ook was. Maar daardoor ja, zijn we nu gewoon een beetje gaar. En dat is helemaal oké. En Luc voelt zich niet helemaal oké nu. Dus we gaan voor vandaag in elk geval even hier beëindigen. Gaan gewoon even lekker TikTok kijken. En op tijd naar bed. En dan kunnen we morgen gewoon weer lekker vol er tegenaan. Ik ben heel even naar het licht toe gaan zitten. Dit is iets beter. Nu kun je echt super goed zien hoe verbrand mijn gezicht is. Maar in elk geval 100% mijn persoonlijke favoriete ding van vandaag was de show Together van Pixar. Die ze nu nieuw hebben in de studio's. Amazing. Ik heb er niet veel meer over te zeggen. We hebben natuurlijk uitvoerig gesproken hoe we dat vonden. Maar ja, ik zie jullie gewoon morgenochtend weer. Gaan we weer ontbijten, gaan we weer naar het park. En ga ik jullie meenemen en proberen weer meer te filmen. Ik wil sowieso heel graag morgen in Buzz Lightyear. Daar zijn we nog niet in geweest en dat is wel echt een van mijn favoriete attracties. Dus dat wil ik wel sowieso heel graag doen. Hi! Goedemorgen en welkom bij dag nummer 2. Het gaat echt weer veel te snel. Nou ja, dag nummer 2 voor deze vlog. Het is eigenlijk dag nummer 3. Vliegt altijd voorbij. Op dit moment ja, gaan we de koffers wegbrengen. Luc heeft zijn al weggebracht net. Nu gaat die van mij ook weg. En gaan we doei zeggen weer tegen Hotel Cheyenne. Dan duurt het ook weer eventjes voordat we weer terug gaan naar Hotel Cheyenne. De komende tripjes gaan we allemaal naar Newport B. Wat ook natuurlijk super leuk is. En dan zijn we hier weer terug met kerst en oud en nieuw. Waar ik ook mega veel zin in heb. Maar dan blijft een hele week hier zo. Dus dan zien we Jessie en Woody weer terug hier zo. Maar het was weer heel erg geslaagd. Ik heb dus ook echt genoten van het avondeten hier. Was echt ontzettend lekker. Het buffet vond ik echt een goede selectie ook. Ze hadden mega veel. En ja, überhaupt gewoon was het weer heel erg leuk hier zo. Echt nergens last van gehad. Dus dat is ook heel erg fijn. Ik was er een beetje bang voor. Want we zitten nu best wel dicht bij de trap. Dus ik dacht dat we wel de mensen zouden horen. Maar ik heb er helemaal geen last van gehad. Dus dat was wel heel erg fijn. Verder de kamer was netjes schoon. Kwamen ze ook netjes schoonmaken. Dus voor de tweede keer krijgt Hotel Cheyenne een dikke duim omhoog. Zeker voor de prijsklasse. Het is dus het 1A goedkoopste Disney hotel. Santa Fe is goedkoper. Maar het scheelt niet mega veel. En Santa Fe is wel echt ja, een beetje vies en achterstallig vergeleken met Hotel Cheyenne. Dat is, ja, ik zal altijd aan iedereen, als je meer een budget en je wil echt een Disney hotel, dan Hotel Cheyenne is de beste om mee te gaan. Ben je klaar voor het park? Ja. Ben je helemaal klaar voor? Ja, ik moet alleen nog mijn schoentjes aandoen. En dan gaan we... En mijn oortjes. Ja, ik heb vandaag de donut oortjes. Ik ben niet voor de aardbeien outfit gegaan. Misschien een volgende keer. Maar op dit moment heb ik even zin om lekker comfy te zijn. Dus ik heb nu de donut oortjes. Deze heb ik van AliExpress. Dus mocht je interesse hebben. En we gaan zo dan naar het park toe. Ga ik eerst even shoppen en mij filmen in Main Street. En daarna gaan we lekker het parkje in gewoon. Ja. Nou, alles gecheckt. Bram zit er ook nog steeds aan. We hebben hem Bram genoemd. De Spiderbot. Dan pak ik even de deur. Ja. Doei Hotel Cheyenne. Keep on wishing for someone out there.
be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. Denk je dat we dit keer de high score gaan halen? Want de vorige keer waren we zo dichtbij. Maar doen we dan wel als we stil komen te staan dat we door mogen schieten? Ja. Want dan, ik wil heel graag die high score halen. Ja, die miljoen. Nou, bus ging niet helemaal zoals gepland. Ze hadden allebei niet de beste geweertjes. Ze reageerden niet heel erg goed, maar soms heb je dat. We geven in ieder geval de geweren de schuld. Nee, maar het was heel duidelijk. Zeg maar, soms heb je dat, dat ze niet helemaal lekker werken. Schuin staan of zo. En waar gaan we nu naartoe, Luc? Want hier vraag je al de hele tijd om. Ja, die onderzeeër is open. Ja, de onderzeeër die hier zo ergens is. Dus gaan we daar zo even naar binnen? Ik weet niet of ze hem vernieuwd hebben. Hij is heel lang dicht geweest. Ja, hij is heel lang dicht geweest. Ja. Ik moet ook zeggen, dat was ook de hele tijd met het virus. Toen waren al die dingen dicht. Maar we gaan nu ook gewoon even kijken. Er staat ook nog eens een rij, Luc. Ik doe dit helemaal voor jou. Oh, het is zo warm. Bijna schaduw. Ja, bijna schaduw. Nou, Luc, was dat alles wat je wilde? Ja. Wat? Ik bij het scherm willen staan. Ik wil net show, maar jij was weg. Oh, sorry. Wat geef je de onderzeeër uit 10? 6,5. 6,5. Ja. Hebben we dat ook weer zien? Gewoon leuk. Ja, gewoon leuk. Zit dus vlakbij Space Mountain. Als er geen rij is, zou ik zeggen, ga vooral kijken. Als er iets van de rij staat, doe het vooral niet. Want je bent binnen 3 seconden weer buiten. We zouden nu op weg gaan naar misschien It's a Small World of zo. Maar we zagen allemaal mensen al gaan zitten. Want het is zo, de Shine Brighter komt zo weer voorbij. Maar we zitten nu gewoon echt bij de rotonde. Dus hier zo krijgen we altijd op het podium dat ze echt gaan optreden en zo. Dus dat is wel leuk, want september is de laatste keer dat Shine Brighter er is. Dus dit is de ene laatste trip dat ze het hebben. Dus wel leuk om te zien altijd, vind ik zelf. Maar als je dus de beste plekken wilt, moet je echt de rotonde voor het kasteel ergens gaan zitten. Ze gaan dan hier de praalwagen staan en ze gaan echt achter op die podiumpjes gaan ze echt optreden. Dus dat is de tip van Flip. Dus gaan we even 10 minuutjes wachten en dan hebben we zo... Dream a little bigger right now. Heb je daar zin in? Ja, is dat leuk. Er staat 1 snorhaar recht overeind. Nee. Wijst die eens natuurlijk. Ja, misschien. Please join us on Central Plaza, where Mickey, Minnie and other friends invite you to dream and shine brighter. See you there in just 10 minutes. 10 minuutjes. Jump.
Mijn brighter was weer echt super mooi. Doen ze altijd echt heel goed. Maar echt nu is het op dit moment 29 graden of zo werd het vandaag. En dan denk ik echt van wow, dat is zo warm, denk ik. Om in die pakken dan zo lang te dansen. Maar we gaan nu richting Pirates of the Caribbean. Op dit moment staat daar 5 minuten wachten. Naar Spookhuis, sorry. Naar Phantom Manor, daar is 5 minuten. Pirates is langer. Ik ga het voor het eerst even gewoon proberen met de GoPro. Want een heel groot voordeel wat ik ook vind met de GoPro is dat ik zeg maar zelf helemaal op de attractie kan focussen. Dus dat gaan we heel eventjes doen. Ik hoop dat jullie dan een beetje kunnen zien. Het is gewoon even een uitprobeerseltje. Jullie hebben natuurlijk het Spookhuis volgens mij in de andere vlog gezien. Ja, ik ga dus nog mijn best doen, maar dan kan ik iets meer genieten van de attractie zelf ook. Nou jongens, ik heb echt heel erg mijn best gedaan, maar ik ben halverwege overgeschakeld toen we even stil stonden dat de karretjes stopten naar deze camera, want het was gewoon veel te donker. Kijk eens naar mij, Luc. Ik wou dat je fabulous met de oortjes. Helaas. Net niet. Maar ja, het was gewoon veel te donker voor de GoPro helaas. Maar ja, dan weten we dat ook weer voor de volgende keer. Het is in elk geval even proberen waard geweest. Luc gaat heel eventjes snel in Indiana Jones. Ik had er even geen zin in, dus ik ga even alleen neus hier in de winkel. Bij Big Thunder Mountain hier zo tegenover. Daar hebben ze ook de Kelly's voor 50 euro. Deze winkel vind ik zelf altijd wel leuk. Want hier hebben ze altijd meer de spooky dingetjes. In de zin van ook van Phantom Manor. Omdat hij natuurlijk hier zo vlakbij staat. Maar ook van A Nightmare Before Christmas en zo. Deze vind ik nog steeds super vet. Die heeft dat patroon wat je in Phantom Manor overal ziet op de muren. 60 euro. Natuurlijk ook weer lekker duur. Maar ze hebben echt... altijd leuke dingetjes hier zo. Ook hebben ze hier als enige. Ik moet zeggen, kan dat ze nog ergens anders hebben hoor. Maar ik zie ze alleen hier. Hebben ze ook de jurken van de villains. Voor de kleine kindjes. Dus als je kindje Maleficent wilt zijn. Komt ook helemaal met een hoofdstuk. Je ziet ze echt bijna niet in het park. Terwijl ze er wel echt geweldig uitzien. Dus ja, alles met villains en zo hebben ze hier zo. En trouwens, dit is ook altijd een hele goede winkel. Omdat het dus een beetje villain geïnspireerd is. Hebben ze hier zo dus ook altijd alle Halloween spulletjes. Zeg maar een groot gedeelte. Het is altijd een winkel die wel het meeste van de Halloween spullen heeft. En al vrij snel, vaak eind september al. Dus dan zou ik ook aanraden om hier even te gaan kijken. Ik zit erover na te denken. Namelijk, gisteren hadden ze echt een hele mooie zeemeermin wand bij de glaswinkel. En die was zo mooi, van de Little Mermaid. Dus ik denk dat ik probeer om daar even te komen. Maar volgens mij loop ik alweer helemaal verkeerd. Het is zo druk en Luc doet altijd de navigatie. Ik ga even op zoek kijken of ze die hebben. Hi. Hello. I would like the Ariel. Ariel? Yes. So, Ariel, this one. Here. Empty. Empty? Ah, no. This one. So, Ariel. Yes. And you can choose 3 colors to put inside. Would like the white. Yes. And the light blue. And agree. Kindness, creativity, light and dream, and to be lucky. The yes. 3 we're gonna mix. Have you got a lucky number? Favorite number? 6. I need your help, so please can you turn like this 6 times? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Thank you very much. We check. Look, it's good yes. for you. Yes. And now to make your wand, we need some magic words. Do you know some magic words? Bibbidi babbidi boo. Bibbidi babbidi boo. Simsalabim. Simsalabim. You German? No, Dutch. Dutch. Close. So you overstock? Overstock? Yeah. Almost ready. Yeah. So lucky one. It's pretty.
So the fire closure one, we put in a box like this. Yes. And if you want, we can engrave something for 6 euros, name, date, as you want. Or just like that. Just like this. Oh. Anything else? No. I'll give you a ticket. It will be ready in 30 minutes and you can come back until 8 p.m. Okay. To collect them. And with the ticket, yes, you can pay now just there. Thank you. Thank you. Bye bye. Nou, dat was helemaal gelukt. Hij deed het ook weer super leuk. Dus ik heb het ook gelijk gefilmd voor jullie. Dus ik hoop dat jullie dat ook leuk vonden. Ik ben helemaal happy. Dus die kunnen we over een half uurtje al ophalen. Of wanneer we zeg maar besluiten om uit het hoofdpark te gaan. Omdat we natuurlijk niet heel laat vandaag blijven. Maar je kan toch 8 uur, is deze winkel geopend. Tot 8 uur kun je hem hier zo ophalen. Wat heel fijn is. Loop je er dus ook niet de hele dag mee. Dat is wel heel prettig. Ik heb weer een Luke gevonden. Is net een Indiana Jones geweest. En hij heeft echt de mooiste GoPro footage ever gefilmd. Nee, klopt. Maar de GoPro footage vandaag gaat niet zo goed. In de Phantom Manor kon je niks zien. En in de Indiana Jones kon je ook niks zien. Want je zag alleen maar de stoel voor je. Ja, ik zal wel een stukje ervan in doen als je een beetje iets ziet. We gaan zo de toverstok ophalen. Die is klaar voor 5 minuutjes. Gaan we die gelijk even ophalen. En dan hebben we nog een uurtje voordat we richting Rainforest gaan. Zullen we even kijken of we nog een attractie doen of dat we in de village gaan kijken? Of... Oh ja, dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Luc had net een heel goed idee. Wat was je idee? Om nog 1 keer in Spiderweb te gaan. En we gaan dan Spiderman. Ja, we hadden gisteren ook gegoogeld of we konden winnen. Dus ik ga het proberen. Kijken of ik nu hogere scoren kan krijgen. Ik ga mijn best doen in elk geval. Maar we moeten dus even tussendoor heel goed proberen te luisteren. Wat die voice-over zegt wat de team challenge is. Want dat zegt het internet de hele tijd. Maar ja, dat kan je niet heel goed horen. En je hebt ook de neiging om een beetje te debriefen. Om te kletsen tussen de rondes met elkaar. Zo van, oh, het ging goed. Oh, het ging slecht. En dan luister je niet naar de voice-over. Tenminste, dat merk ik dat wij iedere keer doen. Maar dan gaan we dat doen en dan lekker even door Disney Village, de winkeltjes en zo. Het ziet er echt uit alsof je echt super comfortabel zit. Met je hoofd. Maar dan gaan we nu naar Web, dan naar Village en dan naar Rainforest. Niet zo laat eten. We zullen ook nog heel even bij Newport Bay kijken. Oh ja. En we moeten nog heel lang rijden. Ja. I don't want to die. Nee, we gaan het niet doen. We gaan het leuk hebben nog even. Gaan we nu naar de Spiderwebbies. Eerst even mijn toverstok ophalen. Ik was het bijna vergeten. Eerst mijn toverstok. De toverstok is in mijn bezit. En we gaan even via de draak hier zo naar beneden. Die zit hier altijd vast aan het glaswinkeltje. We zitten hier even bij de uitgang. Het waait hier wel heel erg, maar we gaan nu heel eventjes overschakelen naar de GoPro. En dan gaan we in Spider-Man. Spider-Man. Zin in? Ja, ik hoop dan met goede mensen. Gaan we nu al skills gebruiken? Denk je dat we gaan winnen? In elk geval zelf alleen al, zeg maar, dat we goede punten halen. Ja, minimaal 300.000. Minimaal 300.000. Dat is veel, hoor. J'assigne les profils de couleurs individualisés. Calibrage des lanceurs de toile. You there, Spider-Man? Je suis là, Sheridan. Vous en êtes où? Nous sommes en route. Ok, c'est parti.
Water gekocht en we zijn in Spider-Man geweest. Ik heb ook weer iets gekocht van de attractie. Ik vind die attractie gewoon zo leuk. Het is echt een van mijn nieuwe favorieten. Zo, hey, kijk, daar zijn de Incredibles. Op de scooters in de verte. Ik weet niet of jullie ze kunnen zien. They're just cruising away. Maar we gaan nu naar Disney Village lopen. En daar een beetje winkeltjes. En dan gaan we eten bij Rainforest. We hadden eigenlijk een reservering voor Steakhouse. Maar daar waren we vorige keer geweest en... Heel eerlijk, ik denk dat wij allebei wel dan Rainforest lekker vinden, dan lekkerder dan Steakhouse. En het fijne is dat Rainforest kun je gewoon altijd heen, ook zonder reservering. Dus echt een aanrader. Als je ergens lekker wil eten zonder reservering, is dat echt een van de beste plekken. Dus daar gaan we nu heen. Is ook snel. Ja, is snel, is lekker. Ziet er ook leuk thema uit. Daar zijn we dan bij het Rainforest Café. Deze zit dus helemaal aan het einde. Je moet heel Disney Village doorlopen en dan hier zo zit hij. Ik kan hem herkennen aan de grote paddenstoel. De info in het midden doet het alleen niet. Het is de Rarest Café. Maar we gaan nu lekker smikkelen. Jonger? Ja. Ja? Ik heb er ook zin in. Ik vind het altijd wel lekker. Ik moet altijd een beetje moeilijk doen met de burgers. Want heel veel dingen die erop komen, die lus ik niet. Maar uiteindelijk vind ik het altijd heel lekker hier zo. En het is dus helemaal in een jungle-achtig thema. Rainforest, letterlijk. Nou, daar is het dan. Echt iedere keer als we gaan is de presentatie voor mijn gevoel anders. Hier in elk geval komt het... Oh ja, de onweer komt. Precies wanneer ik praat. Oké, Luc. Ben je er klaar voor? Oh no. Onze olifant stuk. Ja, zijn oren bewegen, maar zijn gezicht bewegen niet meer. Die andere olifant gaat helemaal los daar. In de verte. Die beweegt nog wel zijn hoofd. Oké, de show is voorbij. Mijn burger is echt super schattig. Hij zat net op die grote dienblad waar ze hem komen brengen. En het leek alsof je alleen broodje kreeg. Maar ik heb dus alleen de sla en de burger. En Luc heeft een hele flinke. Zo zien ze er dus normaal uit als je ze bestelt. Hij heeft er echt van alles en nog wat op zitten. En de broodjes zijn echt super lekker en krokant altijd. Nou, eet smakelijk. Smakelijk. Zin in? Ja. Gaat er gelijk in. Nou, ik ga nu heel even wat winkeltjes met jullie in en even nog wat laatste dingetjes filmen. Het eten was weer echt super, super lekker. En hier kun je ook de Eiffeltoren, staat hier ook gebouwd, echt keigroot. Maar ik loop even de Lego winkel in en de gallery en al die winkeltjes. En ik laat gewoon ook gelijk wat aan jullie zien. Luc is heel even naar een ander winkeltje, maar die zien we zo weer. Dus ik ga nu gewoon even samen met jullie alleen lopen. Trouwens, als je een pashouder bent, dan krijg je dus ook korting op Lego. Alleen je krijgt geen korting op de allernieuwste set en exclusieve set. Dus als er een set is die je heel graag wilt en net nieuw is en je hebt wel een abonnement, dan zou ik zelf eventjes wachten. Want dan krijg je op een gegeven moment wel gewoon
ook jouw korting erop. En wanneer ik deze video opneem en voor jullie live film, op dit moment zouden wij dus nog ook 20% korting hier op Lego krijgen. Maar dat gaat binnenkort dus ook veranderen. Dat wordt 15%. Maar in elk geval wel leuk dus om te weten als je Lego fan bent en Disneyland Parijs fan. Het Disney kasteel is ook echt zo insane. Dit is het nieuwe volgens mij. Ja, met de vuurwerk ook. Dat vind ik zo cool dat het eraan komt. Ik heb zelf de geduld niet voor Lego. Ik vind dat heel leuk om Luke te zien bouwen. Maar ik raak er zelf altijd alleen maar gefrustreerd van. Ik weet niet, ik ben ook niet van de puzzels en zo. Ik denk dat dat het een beetje is. Maar ik vind het wel heel leuk om naar te kijken zo. Zijn we in de gallery shop. Hier zo, dit heb ik ook een keer hier laten zien, maar dat is al even geleden. Hier zo kun je dus, het is echt heel vet. Heb je allemaal opties uit bijvoorbeeld attractieposters, verschillende artiesten zitten er ook tussen. Oh, ze hebben ook nieuwe. Ze hebben nu voor Disney 100. Alice in Wonderland. Oh, heel veel nieuwe. Oh, dat is leuk. Nou, bijvoorbeeld Aristocats selecteer je dan. En dan hebben ze dus deze. En dan kan je ook echt gewoon kiezen welk formaat en wat voor frame. Nou, dan moet ik eerst volgens mij een maat kiezen. In elk geval heel erg leuk. En je kunt hem dus dan thuis laten bezorgen. Dat hebben wij ook gedaan en het werkt echt top. Ze hebben hier ook voorbeelden van in welke kleuren en zo de lijsten komen. En dan wordt het gewoon op die manier thuis bezorgd. Hier heb je ook wat voorbeelden. Wij hebben ze zelf dus ook gekocht. En gaan we binnenkort hangen in de slaapkamer. Dat gaan jullie ook zien in de vlogs. Maar dit is wel echt een aanrader. Werkt het top voor ons. Is wel prijzig, maar ik moet zeggen, de kwaliteit is heel mooi. Deze keer de exclusieve merch is persoonlijk niet mijn favoriet. Ze hebben de oortjes van Jungle Book. Ze zijn op zich schattig, maar niet helemaal mijn ding. En ze hebben overal de Loungefly van de 101 Dalmatiërs. Ik vind wel leuk dat dit hier sowieso verstopt. Zit nog een hondje onder. Die kun je bewegen, dit flapje. Die wordt verkocht voor €90. Maar voor de rest moet ik zeggen, ik had heel erg gehoopt dat ze die van de Decade zouden hebben van Assepoester. Die zou veranderen als je hem beweegt. Maar die is helaas nergens. Er is voornamelijk echt heel veel sale deze trip. Ik weet niet of dat altijd is in juli. Maar dat valt me in elk geval heel erg op momenteel. Nou, ik heb weer een Luke gevonden. We gaan nu richting de auto en dan gaan we even een kleine recap. En dan krijgen jullie natuurlijk ook weer de zin van deze vlog. Heel belangrijk. Dus ik zie jullie zo bij de auto. Nou, we dachten we doen een recap in de auto, maar dat werd hem niet. Want het is op dit moment echt super warm. Dus in de auto op dit moment zal het echt heel erg niet te doen zijn. 40 graden of zo. Ja, dus we dachten we doen het heel eventjes hier zo. We zijn even gaan zitten bij Hotel Cheyenne hier zo op een grasveldje. Het waait wel een beetje, dus ik hoop dat het allemaal te doen is. In elk geval, het was weer heel erg leuk, vond ik zelf. Ja. Wat was je favoriete ding wat we hebben gedaan? De musical. Ja, ik ook. Ik vind ook de Together, de musical. Helaas niet kunnen laten zien in jullie, maar hij was wel echt heel erg vet. Die zou ik ook kiezen, dus dat is wel een beetje saai. Het voelt wel echt alsof deze trip voor mijn gevoel tenminste veel sneller is gegaan dan andere. Het voelt sowieso altijd alsof het voorbij vliegt, maar dit was wel een beetje te. Maar het scheelt, want we gaan in september weer. Dus, en voor jullie scheelt het helemaal, want er komt nog allemaal Disney content online. Maar dit is in elk geval de laatste vlog. Dus ik hoop vooral natuurlijk heel erg dat jullie het leuk vonden om te kijken. Dan gaan we naar de zin voor vandaag. En mijn lieftallige Luc mag dat zeggen. Wat wordt de zin? Vertel het aan de mensen. 12 minuut 04. Dat is vies, Luc. Oké, jullie zien het nu in beeld. Als je tot en met hier de vlog hebt gekeken, laat dan deze zin hier beneden in de reacties achter. Dan weten we dat je tot en met hier hebt gekeken. Super bedankt voor jullie die echt de hele video kijken. Dat wordt echt super gewaardeerd. En ik hoop vooral natuurlijk gewoon weer dat jullie alle Disney content leuk vonden in deze vlog. En wat nog gaat komen. Dus mocht je de volgende content niet willen missen, vergeet dan vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Is maar één druk op die zwarte knop. Is helemaal gratis. En als je dat belletje ernaast aanklikt, weet je dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En dan zien we jullie binnenkort weer met andere Disney video's. Doeg! Doei! Bye! Doei!